20, 19, 18. Ik heb zelf eens een tegengebeet gehad hier op mijn arm. En dat was toen ik terugkwam van Girokamp. Ongeveer 2 jaar geleden. Een teek is een heel klein, zwart, spinachtig beestje. Ze zitten in struiken en op gras tot iemand langskomt. Dan bijten ze zich vast in de huid van dieren of mensen. Ja, dan moeten wij af en toe dus eens kijken op iets grondere. Maar dat is wel belangrijk, want anders, als je daar nu eentje zit, maar je wou het niet controleren. Teken kunnen overal op je lichaam zitten. Vraag dus zeker iemand om je te helpen kijken op plekken die je zelf niet goed kan zien. Heb je een teek? Dan mag je die er niet zelf aftrekken. Vraag altijd een volwassene om je te helpen. Bang ben ik daar niet van, maar ik zou het liever toch niet hebben, want ze zeggen dat je daar een ziekte van kunt krijgen. En die wil ik liefst niet. Sommige teken dragen inderdaad bacteriën met zich mee, waar je ziek van kan worden. Toch is een teek op zich niet gevaarlijk. Je moet alleen naar de dokter als de teek er langer dan een dag zit, als je een rode vlek ziet rond de plek van de beet of als je je later ziek voelt. We hebben een winnaar, Ruben. Kom maar uit. Merci om te kijken naar Karrewiet. Abonneer je zeker op ons kanaal. En als je meer video's wil zien, klik dan hier.